De windturbines verraden het lichte briesje waar de wielrenners vandaag mee te maken krijgen. En dan na 20 of 100 of 250 kilometer komen ze hier terecht op Avantus door het finishdoek. En niet alleen met de wind, maar vooral ook door de zon. Was het genieten vandaag? En heeft het Sint Clara ongetwijfeld een hele hoop worsten opgeleverd? Hele goedemiddag, dames en heren. Welkom bij de live-uitzending van L1 bij Limburgs mooiste, de grootste amateurwielertocht die we kennen in deze provincie. Zo dadelijk praten we met Leontien van Moorsen, want die is zojuist gefinished. We gaan kijken naar reportages uit de koers. Maurice Jesse die spreekt met de mensen aan de finish. En natuurlijk hebben we ook nog de mannen aan het ontbijt. Maar eerst dus naar Maurice Jesse, die na 250 kilometer precies weet wat de wielrenners nodig hebben. Ja, inderdaad. We staan hier in de finishstraat en daar komen ze aan met de racefiets, met de mountainbike, soms ook mensen met een gewone fiets. We hebben ook al een tandem zien langskomen. En dan hebben ze eigenlijk hier het laatste klimmetje, het laatste heuvel hier omhoog naar het Avantus terrein. En dan komen ze aan en dan zien ze hier het finishdoek en ze krijgen ook wat lekkers te drinken. En dan is de tocht natuurlijk helemaal geslaagd. We gaan eens even bij mensen kijken hoe dat bevalt. Bij deze meneer bijvoorbeeld, hoe is het gegaan vandaag? Hartstikke goed. Ja, hartstikke goed. En ja, ondanks dat er slechte voorspellingen waren wat betreft het weer, hebben jullie volgens mij best wel goed weer gehad. Natuurlijk, was fantastisch. Ja. Wat heeft u voor een tocht gereden? 115. En dat is goed te doen, daar zitten genoeg beklimmingen in. Ja, mag wel iets zwaarder, maar dat is goed te doen. Want u heeft waarschijnlijk ook veel getraind van tevoren. Ja, ja, ja. Een weekje Italië geweest. Dus nou, dat is goed te doen. Hé, hey, maar we gaan ook voor een schoon Limburg. Let op de borden, want daar staan wij op. Uit Nooddorp, van de Helm, dus hartstikke leuk. Dankjewel, veel plezier nog, gaan we drinken. Want het is gezellig hier op het terrein bij Avantus, waar de wielrenners allemaal een versnapering krijgen. Ja, een versnapering was er ook al vanochtend. En dat is dan op het moment dat de wielrenners gaan vertrekken. Dat gebeurt soms heel erg vroeg. Bijvoorbeeld op het antieke, legendarische Rolduc. Want daar zijn op dit moment naast de heilige ook de wielrenners gehuisvest. Kim Langeslag die zocht ze op. De altijd zo rustige gangen van Abdij Rolduc werden vandaag gebruikt om de fietsen te stallen. Tientallen deelnemers aan Limburgs mooiste brachten hier de nacht door en waren al vroeg op voor het ontbijt. Het was voor velen een speciale nacht in de abdij in Kerkrade. Ja, fantastisch. Echt, is hier zo mooi. Echt, ja, ik vind het hier helemaal geweldig. Ja. Ja, als je zo door de gangen heen loopt, dan heb je wel het gevoel van, hey, ik ben echt in een oud klooster. Maar als je zo hier in het restaurant bent of op je slaapzaal, dan valt het allemaal wel mee. Of het grote kruis, hè? Ja, ja, inderdaad. Het hele grote kruis. Ja, gewoon de hele historie. Ja, alles. Je ademt het gewoon. Ik had het niet verwacht zo. Nee? Ik vind het wel apart. Ja, en ik kom zeker een keertje terug hier ook. En Fred, die komen uit Amsterdam en doen al voor de 8e keer samen mee aan Limburgs mooiste. Het is traditie, iedere keer nemen ze de routekaart goed door aan het ontbijt. We doen 113 kilometer als het goed is. En we hopen dat het niet te snel gaat regenen, want dan stoppen we ermee. Ja, echt waar? Ja. We zijn mooie weerfietsers. We zijn mooie weerfietsers. We hebben drie jaar geleden, toen zijn we middenin gestopt, want het was een ijzige regen. En met deze kou, je koelt gewoon af, dus niet gezond dan meer. Maar Pit en Fred hoeven zich daar geen zorgen om te maken. Het zonnetje brak vanochtend net op het juiste moment door. En dat is niet geheel toevallig. Ik heb eventjes, voordat ik ging slapen, eventjes loofde gekeken. En dat gebedje tot Clara heeft geholpen. Iedereen heeft er zin in vandaag. Lekker weer sowieso. Ja, en lekker genieten. We gaan de 115 doen. Of de 80, we kijken even. Maar het wordt een gezellige dag. Ja. Ja, het is heel leuk weer, hè. Ze hadden gezegd dat het iets minder zou zijn. En wij ook niet, heb ik gehoord. Dus komt allemaal goed. We gaan vandaag met 8 man op pad. En we hebben er heel veel zin in. We leveren het hele jaar naartoe. Dus het gaat helemaal goed komen. Kijk,
Nou, dat was dus Rol Duc en het geeft aan hoe belangrijk dit soort tochten zijn voor het toerisme, voor de recreatie in Limburg, voor deze regio. Als we er meer over willen weten en ook over de overlast natuurlijk die het eventueel zou veroorzaken, moeten we zijn bij de directeur van de VVV Zuid-Limburg, Anja Nieuwera. Van harte welkom, leuk dat je er bent. Zelf trouwens inwoner aan het parcours. Ja, klopt. Viel mee met de overlast vandaag? Ja, ik heb er wel wat langer over gedaan, maar goed. Je weet dat dat zo is. We waren goed geïnformeerd als bevolking. Dus ja, dan hou je er wel rekening mee. Je was er na de tijd, dat is het belangrijkste. Ja. Kun je ons een indicatie geven van hoeveel geld erin omgaat? Hoe belangrijk het is voor de provincie? Nou, er is nooit heel specifiek onderzoek gedaan. Maar als je een opstelsom maakt van een aantal evenementen. Als je bijvoorbeeld kijkt, zo'n Amstel Gold Race alleen al zo'n 27 miljoen. En je kijkt van nou hoeveel mensen komen om te fietsen. Dan moet je toch wel al gauw beginnen te denken vanaf 100 miljoen euro omzet in Zuid-Limburg. Puur vanwege het wielrennen. Ja, dat is redelijk veel. Ja. We hadden natuurlijk die hele discussie over het WK wielrennen van afgelopen jaar. Merk je een soort WK effect als VVV zijnde? Ja, nou we hebben wel veel meer dit jaar aanvragen van fietsgroepen die iets willen. Dus je ziet dat wel na hebben. Kijk, wat het mooie is van dit wielrennen is dat het zich met name in het voor- en na-seizoen concentreert. En daarmee hebben we een grote pre voor andere regio's, want die moeten nog ontwaken in april of mei. En dan hebben wij al een stevig seizoen en heel veel omzet in het toerisme gehad. Dus dat is wel heel erg bepalend. Ja, zo dadelijk praten we verder. We gaan even kijken naar een van de mooie evenementen, een van de mooie projecten die verbonden zijn aan Limburgs mooiste. Dat is de Equipe Mont Ventoux van de koraalgroep van Gasthof. Jongeren met gedragsproblemen die het wielrennen hebben gevonden om toch wat zelfvertrouwen te krijgen. Gevoel van eigenwaarde. Ze gaan de Mont Ventoux beklimmen en gebruiken Limburgs mooiste om te trainen. Dat betekent dat we de eerste 35 kilometer de blauwe pijltjes volgen. Dan komen we in het dorpje Schulder en dan gaan we over naar de lichtblauwe pijltjes. Cliff Henne met de laatste instructies voor de fietsers van Gasthof, behandelinstituut voor jongeren met gedragsproblemen. De stichting heeft het wielrennen gevonden om jongeren te helpen met hun gevoel van eigenwaarde. We zijn gewoon 17 juni gewoon vanaf Frankrijk en 19 juni de Mont Ventoux te gaan beklimmen. En Limburgs mooiste is toch een hele belangrijke generale repetitie in voor Oskinger. Dat gevecht tegen de berg en zichzelf was eerder te zien bij Alleen als de documentaire Een Bijzonder Peloton. En deze Anita, die vorig jaar dus de 26 kilometer van de Mont Ventoux volbracht, is er vandaag bij in Limburgs mooiste. Hoi. En ze heeft er zussen bij zich. Het is een eigen drieling. Dus het is vaak heel moeilijk om ze op elkaar te houden. Anita, doe even, ze gaat een beetje weg. Dat ziet een beetje gek uit. Ik ben Anita. Ja, ik zeg toch Anita? Nee, dat is Monika. Ze zijn dus handig genoeg de dames, maar nu moeten ze dat nog vertalen naar de pedalen. Een eerste kennismaking. Eerst even, wie is nu wie? En niet voetelen. Zij is Anita. Ik ben Anita. Ik ben Monika. En ik ben Christina. En dan heb jij vorig jaar gefietst op de Mont Ventoux. Kun je even vertellen hoe dat was? Nee, zwaar. En door dit project, door met ze heel lang en heel veel te trainen en dan echt als toetje de Mont Ventoux te gaan beklimmen, hopen vuur ze iets meer zelfvertrouwen, eigenwaarde te geven, meer in het sociale contact onder de mensen te brengen, maar ook doorzettingsvermogen te creëren en dat als een soort waardevast item mee te gaan nemen voor een latere toekomst. Want Anita mag nog steeds trots zijn op haar prestatie van vorig jaar, want hier op de Mont Ventoux, een paar kilometer onder de top, heeft ze het moeilijk. Kom, dat stukje moeten we nog halen. Op de fiets komen. Anita, kom. Maar die auto moet door. Kom. Dat is wel het belangrijkste wat ze eruit metpikken, dat ze wel gaat kennen en dat ze niet immer het negatieve gevoel hebben van ik ken niks. Uiteindelijk proberen we ze hier het positiefs voor het leven met te geven. En dat kan op de fiets? Dat kan op de fiets, ja. Heel goed. En dat gaat zelfs beter op de fiets dan in gesprekken achter een bureau. Dat werkt niet bij Oskinger. Kom op, schat. Kom op, schat. Zo. Oké. Eerst, schat. Kom hier. Kom hier. Helemaal. Kom op, kom op. Je bent het. Hey.
Na de emotie van vorig jaar begeleidt Anita dit jaar dus haar twee drielingzussen, Monica en Christina. Vorig jaar zei ik, ga meedoen met de fietsen. Wat doet Christina? Nee, ik ga niet mee, ik ben lui. En Monica dacht, ja dag, ik ga niet mee. En dan gaan ze wel mee, ik heb ze overtuigd, hoop ik. Maar jullie zijn dan toch van gedachten veranderd? Wat was de reden? De reden was eigenlijk, ja, ik doe het eigenlijk voor een goed doel. Voor de kinderen die ook kanker hebben. En ook voor mezelf een beetje. Want normaal zie ik me echt zelf niet op de fiets, want normaal ben ik echt op de weg een gevaar. Maar verder gaat het wel goed. Uiteindelijk zijn ze net gewend om positieve successen te hebben. En dat ze met ze iedere keer zo snoen weer, hè, iets te lotten doen waar ze van tevoren van denken, oei, dat ken ik eigenlijk net. En nog heel hard te coachen, te buddyen, te trainen, te sturen, te helpen, te duwen, te motiveren. En ze dadelijk toch weer met z'n allen op avantes te krijgen. Dan hebben ze weer een positieve succeservaring en in die trainingen en onder die ritten onderweg. En die beklimming van de Mont Ventoux is toch weer een grote succeservaring voor ze. Succes jongens, fijne dag. Dankjewel hè. Hoi, succes. Misschien kom ik jullie nog wel in. Hoi. 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 Ja, en zo vertrokken ze vanochtend en zo hopen we ze hier over een half uurtje ook nog een keer te ontmoeten aan de finish. Dadelijk naar Maurice Jessen, maar eerst nog even naar Anja Niebra van de VVV Zuid-Limburg. Waar Anja, ik vanochtend bij het maken van deze reportage ineens een hele groep, laten we zeggen senior wielrenners tegenkwam. Die met hun elektrische fiets het hele peloton voorbij gingen. Ja. Die e-bikes, dat opent natuurlijk een hele nieuwe markt nog voor jullie. Ja, en dat is voor ons een groot geschenk. Want wij hadden altijd een grote achterstand als het ging om recreatief fietsen. Dus heel veel Nederlanders kwamen niet naar Zuid-Limburg om recreatief te fietsen. Wel de tourfietsen, de echte boys, girls. Maar door de opkomst van de elektrische fiets komen die ook nu juist heel graag en steeds meer naar ons. Dus, maar de uitdaging ligt er nu voor ons in om ook genoeg oplaadpunten te krijgen. En er zijn ook allerlei projecten al voor, zodat we die mensen goed kunnen ontvangen. Ja, en dat loopt wel? Daar zijn er zijn verschillende initiatieven geweest. Ik moet zeggen dat de Kamer van Koophandel en provincie Limburg daar echt ook goed in geïnvesteerd hebben. Er zijn stimuleringsregelingen geweest om bijvoorbeeld op allerlei plekken op zonne-energie oplaadpunten te creëren bij dagrecreatieve bedrijven. We hebben een fietserswelkomregeling gehad met ook dat mensen bedrijven met kleine aanpassingen, oplaadpunten, maar ook andere voorzieningen konden creëren. En dat hebben we flink ook in de markt gezet. Dus op dat front zijn we nu echt ook bezig om die markt te verkennen. Oké, we zullen eens kijken of Maurice Jessen er wat tegenkomt. Wat mensen, Maurice, met een elektrische fiets, of mag dat niet? Ja, volgens mij mag dat wel, want ik heb al een aantal mensen met een gewone fiets zien langskomen. En inderdaad, dan zit er ook zo'n dikke batterij op en dat is natuurlijk een elektrische fiets. Ja, heel veel verschillende soorten fietsen zien we hier langskomen. Natuurlijk de mannen op de racefiets. Maar we zien ook regelmatig echt bemodderde deelnemers langskomen. We gaan eens even kijken of we hier ergens iets zien. Ja, ik zie er daar iemand. U heeft vandaag gekozen voor de mountainbike. Waarom? Nou ja, ik ben de mountainbiker en racefietser. Dus ik hou van de modder, zal ik maar zeggen. Wat is nou het verschil? Waarom kiest u voor die mountainbike en niet voor een racefiets zoals eigenlijk velen hier? Mountainbike is veel speelser. Je bent lekker bezig en je hebt niet eens in de gaten hoe lang je al op de fiets bent. Hoeveel kilometer je eigenlijk aan het maken bent. Dus dat is het verschil. Kilometers maken is niet belangrijk. Hoeveel kilometer heeft u gefietst met de mountainbike? 70. En dat is voldoende, denk ik? Dat is voor mij voldoende, ja. Ik heb hem aardig hangen. Ja. De regen, afgelopen dagen is hier in Limburg neergestreken. Hoe was het parcours? Want ik kan me voorstellen dat het modderig was. Hier en daar glibberig, maar prima te doen. Ja, we hadden veel erger verwacht. Dorst nu gekregen? Ja, enorm, ja. Ga op zoek naar drinken. En dan kijken we even nog rond of er nog mensen zien. Hier zien we ook een meneer aankomen. U bent volgens mij ook wel heel blij dat u hier aan de Finestraat bent gekomen. Altijd blij. Want leuke tocht vandaag? Hele leuke tocht. Prima weertje, dus echt genoten. Geniet er maar van, want het zonnetje komt ook nog uit. Precies, en een biertje nou, toch? Ja, inderdaad. De mannen die lopen, dat heeft niks te maken met lekke banden. Dat heeft te maken met de drukte. Er waren wel lekke banden vandaag in Bocholt. En het had te maken met glas dat er gestrooid was op de weg. Misschien was het een protest tegen wat dan wordt gezien als de overlast van dit soort tochten. Hier ziet u de beelden en een van de mensen die het moest opruimen zei, een stukje verderop, 300 meter, lag er nog meer glas en heb ik ook nog een keertje moeten vegen.
Trieste beelden dus wel uit Limburg's mooiste. Beelden die we ook kennen uit de Amstel Gold Race Tour versie. Het zijn de illusies om dit soort toerisme toch tegen te gaan. Hier ziet u dat de bezem eraan te pas moest komen. Gevaarlijke taferelen, want mensen kunnen zich natuurlijk ongelooflijk verwonden op het moment dat er hier inderdaad mensen naar het afval gaan. Anja Nieuwer, dat geeft wel de vraag natuurlijk. Dit is geen goed signaal, maar er is wel, er zijn klachten over de overlast. Over de druk op het Heuveland, daar hebben jullie mee te maken van alle verschillende, met alle verschillende recreatie. Herken je het? Ja, kijk, maar je moet niet vergeten dat iedere vorm van economie een vorm van overlast heeft. Hè? Als je industrie hebt, heb je panden en rokende pluimen. Als je toerisme hebt, heb je mensen. Maar je moet ook niet vergeten dat op dit moment in Zuid-Limburg 20.000 Zuid-Limburgers direct in het toerisme werken en 12.000 indirect. Als daar wat aankomt, heeft eigenlijk heel Zuid-Limburg er last van. En vergeet ook niet dat door het toerisme, bijvoorbeeld in het Heuveland, in kernen zoals Bocholt, dat je nog voorzieningen hebt, dat je nog postkantoren hebt, dat je nog banken hebt. De toeristische sector is ook een grote sponsor van verenigingen, van evenementen. De inwoners hebben door het toerisme, hebben we wandelpaden, hebben we fietsknooppunten, snap je? Daar zit ook heel veel goeds. Wel, maar de klacht die wel zijn van, het wordt te veel. Veel quads, veel motoren, alle scooters. De quads en de motoren, dat zijn de druppels die voor de inwoners de emmer doen overlopen. Maar dat zijn niet de toeristen die de quads bedienen en de motoren bedienen. Maar dat is onze eigen bevolking. Dat zijn mensen uit de stad die dan de motor uitlaten, laat ik het zo maar even zeggen. En Maastricht en Sittard wil je zeggen. Nou, en Parkstad, maar ook uit Aken, want Duitsland heeft een vrij rigide beleid inmiddels tegen met name geluidsoverlast van motoren. Dus Eifel wordt vervangen door Zuid-Limburg. Maar dat zijn allemaal inwoners uit de brede regio. Dus dat zijn niet onze gasten. Onze gasten hebben daar dezelfde overlast van. Hè? Dus, op dit moment loopt er ook binnen de gemeente Gulpen Wittem en Vaals is er een projectgroep. Hij is maar gedoopt herrietoerisme, om te kijken hoe wij dat probleem kunnen aangaan. Want het is ook niet een belang van onze sector, want wij zijn erg afhankelijk van onze inwoners. En heel veel inwoners zijn afhankelijk van het toerisme, dus dat is een gedeeld probleem voor ons allemaal. Ja, zullen we kijken hoe dat afloopt. In ieder geval heel veel succes. We gaan nog even terug naar Limburg's mooiste, terug naar de sfeer. En komen we onder andere terecht op het Pancratiusplein in Heerlen. Dat is een beetje het Mekka van vandaag, als je dat zo wil noemen. Heel veel fietsers en tegelijkertijd is er de markt. Alle viezigheid komt in die spons, mijn handen blijven schoon. We knijpen hem uit, wij nemen wat schoon water, we gaan eroverheen en nu zit er een beschermlaag op. We verkopen reinigingsproducten, een reinigingsproduct wat alles reinigt wat geladen is. Of het nou metalen zijn, kunststoffen, glaswerken. Gewoon alles wat glad is. Ger heeft het er maar druk mee in het centrum van Heerlen. Alleen zijn stand staat op de verkeerde plek vandaag. Want 150 meter verderop komen duizenden fietsers, ofwel duizenden potentiële klanten aan op het Pancratiusplein. Ja, mooi. Ik heb hem achter zitten. Goed bezig! Ja, zeker goed bezig. Dank. Opgewacht door vier opgedraaide wekkers van de controledienst. Dag, Robben! Ja, het zijn allemaal ADHD-persoontjes, dus ja. En wat moet je doen? Ja, gaatjes en kaartjes knippen, zeg maar, tot ze zijn langs geweest. Alsjeblieft. Dankjewel. Bananen. Met de eerste banaan op zak kabbelt de aanhoudende stroom hongerige wielrenners door het plein op. Is die nodig, de banaan? Natuurlijk. Ja, kijk eens. 30 al. 30 kilometer. En hoeveel ga je rijden? 135. Dat is hartstikke leuk. 8 jaar. Mijn eerste tochtje. Veel geoefend ervoor. Nieuwe helm gekocht? Een hele nieuwe helm gekocht, ja. En wie fietst er beter? Jij of papa? Ik. Ja,
Twee weken geleden hebben we geoefend en is 52 kilometer gefietst. 52, serieus? 52, ja. Maar we hadden ons ingeschreven voor de 30 kilometer tocht. Dus wij doen gewoon met de 30 mee. Even doorlopen. Hallo. Dankjewel. Meneer, kunt u de drukte wel aan eigenlijk? Geen probleem. Met oud genoeg ervoor, dus. Want hoeveel mensen worden hier verwacht vandaag? Nou, ik denk 15.000, 16.000 mensen. Schat ik ooit op. En luister ze een beetje? Jawel, zo wordt het ook, ja. Elkaar luisteren. Goed opgevoed, hè. Het belangrijkste, lijkt mij. Succes vandaag. Ja, dankjewel. Management Marens. 16.000 fietsers die van verschillende kanten in Heerlen aankomen voor de verdiende banaan, een stuk koek of wat drinken. Familietochten op de mountainbike en op de racefiets. Alle soorten en maten. 11 verschillende tochten met verschillende lengtes. Met 245 kilometer is de oranje route de langste en de zwaarste. Maar dat ligt natuurlijk ook aan de trainingsuren die aan deze editie van Limburgs Mooiste vooraf gingen. Allemaal onderweg of net voorbij het Pancratiusplein in Heerlen, waar het zonnetje lekker schijnt. Lekker weer. Ja. Succes vandaag, heer. Dankjewel, ja. Daarvan mag je alle natuursteen reinigen, dus ook graniet, blauwsteen, speksteen, leisteen, dus alle aanrichting. En Gerdy staat er ook nog, een blok verderop, waar we nog geen fietser gezien hebben. Maar net zoals alle deelnemers aan Limburgs Mooiste, ook Ger geeft niet op. Glas, imai of keramisch, en reinigt het compleet tas nooit aan. En dan komt het leuke van het potje. Heeft het nog zin om die kar een beetje te versuiven richting het Pancratiusplein? Helaas niet, want het mag niet. Dit is een vaste plek. Veel succes vandaag. Dank u wel. Ja, dat was dus Heerlen, het Pancratiusplein, waar zoveel van die duizenden wielrenners langskomen. Ruim 15.000 vandaag. Dan hebben we de zwartfietsers nog niet meegerekend. Eén van de dames op de fiets vandaag was ook Leontien van Moorsel. Oud-wereldkampioen, Olympisch kampioen. Leontien, Oud-ex-wereldkampioen. Voormalig, laten we het voormalig houden. Ja, hartstikke. Maar leuk dat je er bent. We zagen je ook zojuist over de finish komen. Hoe was het onderweg in Limburgs Mooiste? Onwijs leuk. Ik heb vandaag genoten, maar ik heb ook onwijs genoten in het voorbereidende traject. Ik heb mensen mogen begeleiden van Ernst en Jong in samenwerking met Sport en Zaken. Dus het voorbereidende traject is fantastisch geweest. En dan vandaag in de zin van om die mensen een beetje te laten wennen aan de afstand? Aan de afstand, maar ook aan de heuvels. Dus ja, dat is mensen die wij hebben begeleid zijn wel goed voorbereid vertrokken deze ochtend. En er zijn er al heel veel binnen. Dus, gelukkig, hè? Ja, gelukkig wel. Wat zijn de grootste drempels die je tegenkomt in zo'n voorbereiding van mensen die in principe toch weinig getraind zijn voor die lange afstanden? Nou ja, je moet ze heel veel tips meegeven. Hoe dat ze moeten trainen, dat het materiaal goed moet zijn. Ja, dat ze zich gewoon heel goed moeten verzorgen en moeten luisteren naar hun eigen lichaam. Dat is gewoon heel erg belangrijk. En helemaal op zo'n dag als vandaag, ja, dat zijn ze toch niet gewend. Dan willen ze toch boven zichzelf uitstijgen. Normaal reizen ze dan 60, 70 kilometer. Ja, en dan gaan ze vandaag in 135 kilometer. En dan op dit terrein, ja, dat is zwaar. Dat is een uitdaging. Maar ja, als je ze dan hier nu één voor één binnen ziet komen, dan ben je trots. Maar, dan ben je heel maar trots. Hoe tem je ze onderweg? Hoe hou je ze in het gereel? Nou, op het moment als je hoort aan de ademhaling dat ze tegen hyperventileren aanzitten, ja, dan zeg je wel van even een tandje terug. Ja. Heb ik ook heel vaak tegen mijn vent. Mijn vent heeft ook meegefiet. Ik heb heel vaak tegen mijn vent moeten zeggen. Ja, hyperventileren van je vent, daar zullen we niet over hebben. Laten we terug gaan naar 98. Altijd mooi om te zien. Hè? Want toen werd je wereldkampioen hier. Een heel emotioneel moment was dat voor Leontien, die het niet makkelijk had in die periode. Maar hier eigenlijk in Valkenburg misschien wel haar mooiste titel opeiste. Het was in de race tegen de tijd. En daar kwam ook die hele mooie traan. De traan die uiteindelijk de mooiste traan werd in de Nederlandse sportgeschiedenis. Toen begon het eigenlijk allemaal, Leontien. Toen begon ook het verzamelen van al die kampioenschappen, van al die medailles. Marjan Vos die heeft me wel eens verteld van, ja, ze heeft wel toch een speciaal gevoel bij Limburg, omdat het hier voor haar begonnen is. Ik weet niet helemaal of het waar is. Maar ik stel dezelfde vraag aan jou. Heb jij dat ook nog steeds als je hier komt? Het is mijn mooiste sportmoment. Er kan geen ene Olympische titel tegenop. Voor mij is de wereldtitel hier in 1998 is een dubbele overwinning. Terugkomen aan de wereldtop met een gezond lichaam en een gezonde geest. Anorexia overwinnen. Ja, dat was zo mooi. Dat was een gevoel. Dat heb ik daarna nooit meer gevoeld. Zoveel vreugde. Ja, het is ook heel moeilijk om dat te verwoorden. Maar het was machtig mooi.
Nou, je herkent het waarschijnlijk ook in de mensen die je nu traint voor dit soort tochten. Hè? Want je was eerder deze week in Amsterdam en Rotterdam ook met vooral toerfietsers, amateurfietsers. Daar ligt natuurlijk ook een geweldig grote markt. Die wordt maar steeds groter en groter. Heb je het idee dat het wat dat betreft voor de vrouwen ook steeds aantrekkelijker wordt om op de fiets te stappen? Nou, als ik hier vandaag rondkijk, want jij zegt net wielrenners. Maar weet je hoeveel wielrensters dat vandaag hier van start zijn gegaan? Ja, en dat doet mij natuurlijk heel veel goed. Er zijn echt, volgens mij stijgt dat met de jaren. Dat is echt niet te geloven. Ik weet niet, ik wil wel eens weten van de organisatie hoeveel vrouwen dat hier vandaag vertrokken zijn. Nou, het zijn er een hoop. Vrijdag vertrokken er een hoop in de Boels Hills Classic. Die wedstrijd die is morgen op zondag bij L1 te zien. Er was ook gisteren de FLM race, de Flexpoint Limburgs mooiste race. Een wedstrijd voor renners uit de clubteams. Sander Kleikers die volgde de liefhebbers en de amateurs. 124 jonge beloftevolle coureurs in de clubcompetitie van Nederland. 8 rondes van een totaal 18 kilometer rond Bocholt, Simpelveld en IJs. Start en finish dus hier op het Avantis terrein in Heerlen. Een zware wedstrijd met 2 zware beklimmingen. Maar zeker ook vanwege de kou, vanwege de wind en de regen. Al begon de wedstrijd gisteren in de zon. Met het peloton behoedzaam door de bocht, want het zou hier wel eens glad kunnen zijn. En jawel, daar gaat de eerste coureur al onderuit. Het slachtoffer is Peter de Winter, maar hij kan de race weer voortzetten. We krijgen een eerste afscheiding, een eerste kopgroepje van 4 man. Dit is Wouter de Groot. Daarachter Tom Bal. Met 117 is dit Jan van Aert. En Bart Buik sluit aan namens DRC De Mol. Het peloton laat dat viertal nog even gaan. Het verschil is een kleine minuut, maar is soms toch overbrugbaar door goede talentvolle coureurs. Zoals deze Michael Bos. Hij rijdt voor de club De Jonge Renner. Goede club die regelmatig jonge beloftevolle coureurs afzet bij continentale ploegen op weg naar een profbestaan. Als hij het kan, Michael Bos, dan moet ik het ook kunnen, moet hij hebben gedacht. Twan Brusselmans van Willebrocht vooruit sluit ook aan. En dus worden 4, 5 en 5 worden 6. En die kopgroep van 6 die werkt prima samen, ook op de huls. Met Brusselman, met De Groot, met Michael Bos, met Bart Buik, Tom Bal en een laatste positie namens Royal Antwerp, Jan van Aert. Een tegenaanval daarachter, met een aantal prima coureurs. Zoals hier links in beeld, Timo Roosen, groot talent in het rood bij de nummer 4 van De Jonge Renner. Gevaarlijke klant, hij won deze maand al 2 ritten. Het peloton, hier verzorgd op de huls, daar ruimer achter. We krijgen een samensmelting van die groep vooraan. 1 grote groep dus van zo'n 14 renners. Het peloton lijkt dan toch al geklopt hier op de Goederaadsberg in IJs. Terug namelijk vooraan op de huls. Voor de laatste keer met 4 coureurs. En het worden er 3. Nummer 4 is Timo Roosen. Is dus kunnen aansluiten bij die groep. Grote renner, beloftevolle coureur dus. Met 65 nog altijd Twan Brusselman, Michael Bos en helaas heeft hij moeten afhaken Wouter de Groot. Paul Moerland is de man van Willebrocht vooruit die Brusselman heeft afgelost in die kopgroep. En zo krijgen we 2 van De Jonge Renner tegenover 1 van Willebrocht vooruit. En dan krijg je dus een ploegenspel. En Timo Roosen gaat er vandoor. En Paul Moerland moet dan gaan pareren. Uiteraard met de nummer 6. Michael Bos doet helemaal niets. Moerland vindt dan weer het achterwiel van Roosen. Maar dit heeft zeer veel kracht gekost. Allemaal dus in het voordeel van de 2 roodhemden. We gaan op weg naar een sprint op het Avantis terrein. Michael Bos in eerste positie. Moerland moet erachteraan. En Timo Roosen in derde positie. En die kan dan eroverheen gaan in de laatste meters. Roosen zet aan. Moerland moet dan in het wiel duiken. Kan hij nog erop en erover? Nee, dat gaat niet. Timo Roosen wint deze wedstrijd van Flexpoint Limburgs mooiste race. Voor Moerland en voor deze Michael Blok die blij is voor zijn ploegmaat. Een mooie zege voor de jonge renner. Timo Roosen, 20 jaar, uit Goorlen. Hij wint deze wedstrijd, zijn derde zege alweer in deze maand mei, een belangrijke maand voor hem.
Was een afspraak tussen jullie twee wie er mocht winnen vandaag? Ja, Michael heeft zich gewoon leeggereden van mij. Ja, we zaten met Paul Moeland erbij. En we weten dat we allebei eigenlijk rapper zijn. Maar Michael heeft zich gewoon opgeofferd van mij, Michael Bos. En ja, zo was het perfect eigenlijk. Dat is een mooie zegen eigenlijk. Hoe mag je deze inschatten? Ja, het is een mooie zegen natuurlijk op dit parcours winnen hier zo. Ja, dat is gewoon heel mooi. Het ziet er gehavend uit. Ja, klopt. Het is natuurlijk zwaar en voor de laatste natuurlijk flink gekoerst. En het sprintje was natuurlijk pittig en nog even wat regen gehad in het begin. Dus we zien er niet echt fris uit, denk ik. Snel douchen opwarmen. Ja, bedankt. Doei. Ja, dat dus de nieuweling en de junioren in Flexpoint Limburgs mooiste. De race van gisteravond. We praten nog even verder met Leontien van Moorsel over Leontien. Als we dan toch de talenten hebben, de toekomst ook een beetje van het wielrennen. Want we weten, Rabobank is ermee gestopt. Van Kanselij gaat ook stoppen. Komt nog goed? Ja, maar ja, ik hou me toch. Nee, ja, ik hoop dat het goed komt. Er moeten wel nieuwe partijen op gaan staan om in te stappen. Ja, en de wielersport heeft toch wel tikkies gekregen. En ik moet zeggen, het vrouwenwielrennen gaat nog goed. Rabobank blijft wel het dameswielrennen trouw. En daar ben ik heel blij om. En we hebben hier in Limburg natuurlijk Dolmans. Boels. Dolmans is uit Brabant. Maar goed, we pakken hem er graag bij. Zelfde ploeg. Nee, ja, maar dat is een combinatieploeg, toch? Ja. Combinatieploeg. Dus ja, weet je, dat is in het vrouwenwielrennen gaat het nog steeds goed. En ja, dat doet mij goed. Ja. Nu praten we dadelijk met de gedeputeerden van de provincie Limburg. Die zijn hier begonnen met een nationaal trainingscentrum. Denk je dat dat iets is waar potentie in zit? Zulke soort dingen heb je wel nodig om nieuwe talenten op te leiden. En het is altijd gewoon heel erg belangrijk. Ja. Doe je zelf nog Leontien nu zo deze dagen anders dan de clinics? Nou, we hebben een eigen sportkledingmerk. En ik geef heel veel clinics voor het bedrijfsleven. Maar ik ben ook 6 jongeren aan het begeleiden voor BNN, een tv-programma. 6 jongeren met een eetstoornis, met anorexia. Het is heel heftig, maar uiteindelijk als ik ze weer net zo'n fijn leven terug kan geven als wat ik op dit moment heb, dan is mijn jaar geslaagd. Ja, en hoe is dat dan voor jou? Je hebt er natuurlijk tegen gevochten. Is dat iets wat terugkomt of is dat iets wat je heel goed achter je kunt laten en over kunt dragen aan anderen? Ik kan het overdragen, maar het kost heel veel energie en ik krijg zelf ook flashbacks terug. En dingen die ik toen niet heb gezien, ja, die voel ik nu wel. Omdat je weer open staat om dingen te durven voelen. Maar op het moment dat je ziet dat ouders helemaal machteloos zijn. En nu besef ik pas eens wat ik mijn ouders aan heb gedaan. Omdat je nu zelf hele dagen meeloopt in zo'n gezin. Ja, het is heftig. Het is heel heftig. Ja, heel mooi. Mooi dat je het doet. Heel veel succes. Heel fijn dat je er was vandaag, Leontien. Ja. We gaan nog even kijken naar onderweg. Naar de toerfietsers natuurlijk. Die komen door Limburg. Maar ook door Duitse en Belgische gebieden. Un bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Welkom in het spannendste stadje van Limburgs mooiste. We zijn in Voeren, net over de grens. En dit gebeurde in Voeren 2 jaar geleden. Rij over! Ik ben alleen ik hier op mijn grond waar ik burgemeester ben en nergens anders. Daarvoor heb ik niks gezegd. Nee, dat zal wel zijn. Jullie hebben niet aangevraagd, zij wel. Dat is het verschil. ik krijg van Rick Wolf. 2 jaar lang weerde Voeren de toertochten. Dit jaar wordt er weer met mate gefietst door het grensstadje. En Limburgs mooiste is een van die uitzonderingsgevallen. Er zijn nu ook heel wat opmerkingen van inwoners en ik kan die opmerkingen best begrijpen wanneer je wat overlast hebt. Maar goed, je kan ook niet iedereen van de weg afhouden en daarom moet je selecteren. En Limburgs mooiste is dit jaar een van de mooiste. Bob van de Dikkeberg heeft vandaag de lastige taak om en de fietsers en het lokale vervoer tevreden te houden. En dat valt niet altijd mee. Ja, sommige mensen irriteren zich mateloos aan alle fietsers. Maar ja, sommige fietsers houden zich ook niet aan de verkeersregels. Dus het komt van twee kanten. Spreek je ze daar wel op aan? Ik probeer ze erop aan te spreken, maar bij de auto is het best lastig.
We hebben nou één toeterende auto gehad, maar we proberen zelf ook zoveel mogelijk rechts te fietsen, zeg maar. Dat die auto's hier er voorbij kunnen. Maar ik vind tot nu toe dat er nog netjes gefietst wordt. Ik heb het er wel eens anders meegemaakt. Het zijn vooral dit soort probleemgevallen. Op de klim naar de plank vecht het openbaar vervoer om een plekje met de Nibali's in spe. En meestal gaat dat net goed. Je moet je voorstellen, als je 2000 mensen over de vloer krijgt, noem ik dat dan, dat die niet allemaal volgens de verkeersreglementen gaan rijden en dat ze ook verkeer hinderen en dergelijke. En daar hebben ze last van. De buurtbewoners, die hebben er sommige buurtbewoners, dat is ook sommige buurtbewoners, die hebben er gewoon last van omdat er te veel verkeer is. Dat is dan meer in de rustige gedeelte van de gemeente. Ja, dat zijn zo wat de klachten natuurlijk. Limburgs mooiste mag het dus dit jaar. Maar volgend jaar wordt een nieuwe doorkomst door voeren eerst gewoon zorgvuldig afgewogen. Iedereen dient zich te gedragen. En als je zo op de plank om je heen kijkt, ziet dat er in ieder geval best goed uit. Ik schiet mij bij de bovenbenen kramp in. En elke beweging, ja. Dus die zijn vol, zeg maar, in de bovenbenen. Dus dat is. Dat ben ik aan het doen. Je moet nog wel een poosje vliegen. Ja, we zijn net begonnen eigenlijk. Dus dat wordt nog leuk vandaag, ja. Je zit ook echt lijnen uitgezonden, dames. Hey! Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour. Et pourtant, je n'aime que toi. Spijkers gestruit. Is er spijker? Hebben jullie spijkers gestruit hier? Om leuke plaatjes te maken. Hoeveel reservebandjes heb je bij je? Twee. Dit is de eerste. Maar ik heb ook een bandenplak bij me. Dus aan alles gedacht. Als het moet, ik heb aan alles gedacht. Ik heb jongens meegenomen die me kunnen helpen met het vasthouden van mijn fiets. Dat zie je ook dat ze dat doen. Het is ook heel lief dat ze ook stoppen voor jou, hè? Nou, deze twee wel, maar die anderen. Over hebben. Die anderen die zeiden van ja, we komen zo. En ja. Sta je hier? Dan sta je hier, hè? Ja, en dat de reportage uitvoeren. En u ziet achter me dat er steeds meer wielrenners binnendruppelen. En zo komen die 15.000 hier langzaam binnen op het Avantus-terrein in Heerlen. En kijken we een beetje bang naar de lucht, maar voorlopig houden we droog. Maurice, en dat is denk ik ook voor de jongens die bij jou binnenkomen een grote opluchting. Ja, inderdaad, heel belangrijk. Je ziet ze ook af en toe naar boven kijken. Zo van halen we het, blijven we droog. Ook de toeschouwers, je ziet toch al wat mannen die regenjasjes achterin hebben. Gaan eens even kijken of hier het komen. En hier zien we mevrouw Leontien, had het zo straks erover. Leontien van Morsel was een van onze gasten. Steeds meer vrouwen gaan wielrennen. En jij bent er één van. Wat is er nou zo leuk als vrouw zijnde om te gaan wielrennen? Gewoon de sport. Lekker in de natuur fietsen en gewoon sporten. Ja. En hoe doe je dat? Ga je samen met mannen rijden of heb je een eigen vrouwen? Groepje? Ik fiets bij de fietsclub in Gouda en er zitten zowel mannen als vrouwen bij, dus dat gaat hartstikke goed samen. Ja, je zegt het gaat goed samen. Rijden de mannen harder of zijn het toch de mannen die af en toe roepen tegen de vrouwen niet zo hard? Allebei. Over de tocht van vandaag, hoe is het gegaan? Ging goed, ja. Het ging redelijk goed. Tot 110 kilometer ging het goed en daarna was ik wel een beetje klaar mee. Want in totaal, hoeveel heb je gefietst? 135. En dan is dat die laatste kilometers die zo zwaar zijn? Ja, het was vrij vlak het laatste, maar toch ben je heel moe en is het toch zwaar het laatste. Dan is het nu even tijd om lekker uit te rusten hier op het middenterrein. Doen. Ja, heerlijk. Dankjewel. Ja, Maurice Jessen was dat dus aan de finish die al die duizenden fietsers hier op wacht. En dan komen ze hier aan en dan krijgen ze wat te drinken. En dan kunnen ze op die ruimte achter me hier de fiets wegzetten en nog even nagenieten, nog even bijkomen, nog even recupereren. Duizenden toerfietsers dus, en u zag net al in de reportage uit Voeren dat soms wat overlast met zich meebrengt. Aubel bijvoorbeeld wil nog altijd geen toerfietsers, vindt nog steeds het levert te veel overlast op. Noël Lebes, gedeputeerde van de provincie Limburg. Vannacht welkom, leuk dat u er wil zijn. Ja, dankjewel. U bent bezig met, in het kader eigenlijk van die signalen, van die klachten,
een project samen met de provincie Limburg in België om te kijken hoe jullie dat op een of andere manier kunnen stroomlijnen. Ja, dat klopt. Ik moet in elk geval op de eerste plaats deze organisatie voor vandaag een compliment maken. Want ja, als je ziet hoeveel mensen hier aanwezig zijn, hoe ze gespreid en verspreid over de weg gaan. Er is overlast, dat moeten we niet ontkennen, maar volgens mij gebeurt dat vandaag op een goede manier. Dat men dat in elk geval binnen het acceptabele touwen. En dat acceptabel is denk ik ook iets waar we met Belgisch Limburg en ook met het Luikse gedeelte van België, ja, waar we intensief mee in gesprek zijn om elkaar op de eerste plaats goed te informeren, goed in kaart te brengen. Wat is dan die overlast en hoe kunnen we er iets aan doen? Want ja, ik vind ook, dit mogen we de mensen niet onthouden, mogen we de mensen niet ontnemen. Want ja, deze vorm van wielrennen is economisch heel belangrijk, is sportief heel belangrijk, is sociaal heel belangrijk, maar mag niet leiden tot onacceptabele overlast. En daarover zijn we dus, wat ik zei, met de Belgische overheid goed in gesprek. Ook op niveau van de beide gouverneurs wordt daar met de collega-gouverneur uit Luik over gesproken. En zo ja, zetten we toch een aantal stappen in de goede richting. Ja, wat kunnen jullie dan doen? Is er iets aan te doen? Nou, in die zin, het begint altijd met elkaar goed te informeren. Je moet niet hebben tot ineens bepaalde toertochten onverwacht een gemeentegrens of een provinciegrens of een landsgrens gaat overschrijden en in conflict komt met een processie of zoiets. Ze beginnen al met een goed informatiesysteem. Daar wordt door het Huis voor de Sport, samen met het Huis voor de Sport, in elk geval aan gewerkt. Aan de andere kant, en dat kan ik zeggen tot daar de organisatoren zelf al voor zorgen, de 11 grootste toertochten in Nederlands Limburg, die hebben samen een reglement opgesteld, de zogenaamde 11 gouden regels. Als een deelnemer aan een toertocht zich dan niet aan houdt, wordt hij daarop aangesproken. Als zo iemand dat bij herhaling doet, wordt die uitgesloten. Niet uitgesloten van één toertocht, maar van alle toertochten. Dat zijn dan regels zoals bijvoorbeeld geen blikjes weggooien, ja, dat soort zaken. Ja, en ook zaken als hou je aan de aanwijzingen van de organisatie, van de begeleiders, van de verkeersregelaars. Doe je dat niet, ja, dan moet jij degene zijn die daarop wordt aangesproken. En moet niet de rest de dupe van worden. En ook niet de omwonenden of de bewoners van bepaalde dorpen. Anja Nieuwera, die was hier eerder, directeur van VVV Zuid-Limburg, die zei het gaat om 100 miljoen euro in dat recreatief fietsen. Dat zijn de belangen voor de Limburgse economie, die zijn groot. Je hebt natuurlijk ook het idee van goed, die tourfietsers komen vaak op dezelfde plaats, ze hebben vaak dezelfde route. Hier in deze tour hebben we ineens een Belgische lus doorvoeren, maar ook een Duitse lus. Ja. Is dat misschien iets waar jullie nog naar kijken, dat er andere delen van Zuid-Limburg zijn die misschien nog ontgonnen moeten worden? En dan kom ik weer terug op. Goed in kaart brengen, wat is er allemaal? Ook afspraken maken, ook met de organisatoren. En als je inderdaad, ja, u heeft het over een lus, maar als je de rondjes, hè, als je de passer iets verder uittrekt, dan heb je een veel groter gebied, waardoor je voor een stuk spreiding kunt zorgen. En ik durf te zeggen dat er zelfs, denk ik, stukjes in de EU-regio zijn die nog niet zo goed bekend zijn, waar je dus ook tot een goede spreiding kunt komen. Zo net hoorde ik u zeggen, Aubel wil de fietsers weren. Ja, dat komt omdat ze dwars door het centrum willen gaan, waar iedere zondag traditioneel een markt plaatsvindt. Maar je kunt letterlijk en figuurlijk Aubel ook links laten liggen, dus aan de flanken Aubel raken, als ik het zo mag zeggen. Ja, dat zijn zaken die je in kaart moet brengen en dan hoeft Aubel geen dwarsligger te zijn. Nee, dan is Aubel ineens een mogelijkheid om toch in het parcours op te nemen. Ja, we zullen het zien of hij misschien volgend jaar zover komt. Maurice Jesse in ieder geval heeft de mensen aan de finish misschien 20, misschien 40, misschien 250 kilometer hebben gefietst. En misschien wel, Maurice, die Duitse lus hebben herkend. Ja, wie weet. De rij wordt hier overigens steeds langer en langer. De mensen moeten afstappen. En het mooie is dat ze er eigenlijk totaal geen probleem van maken. We gaan eens kijken. Deze meneer hier, ja, die heeft het voorzorg eigenlijk al het regenjasje aangetrokken. Wat heeft u gefietst? Welke lus? 115. En welke lus heeft u precies gepakt? Welke route? De blauwe, volgens mij. De blauwe lus. En door welk gebied ging die? Langs Bemelen, volgens mij. Onderlangs. Ja. Mooie tocht vandaag. Mooie tocht, mooi weer. Dus, even het regenjasje al aangetrokken. Ja, even voor de laatste stukje voor de kou. Hè. Dan kun je eigenlijk een wielrenner wil altijd over de finish rijden. En hoe kan dat hier niet? Is dat vervelend? Nee, want verderop staat toch een biertje of niet? Ja, inderdaad. Ja, daarom, dan maakt alles goed. Dan hou ik u niet tegen, want dan is de laatste sprint richting het biertje. Gaan we doen.
Hey. We gaan nog even verder kijken. Hier zie ik een mevrouw aankomen van Tourclub Batavis. Ja, zo echt zo'n ouderwets fietsenmerk uit Heerenveen uit Friesland. Ja. Waarom komt een Friesin hier naar Limburg om te fietsen? Voor de bergen, hè? Voor de bergen toch? Veel te vlak in Friesland. Ja, en hoe ging het met die bergen? Ja, prima. We willen nog wel een rondje. Hoezo? Heeft u maar 25 kilometer gefietst of zo? Nee, 114 toch? Ja. Maar u zegt nog een rondje? Nee, we gaan lekker een biertje nemen. Want dat is eigenlijk hier een Limburg traditie. Berg en bieren, toch? Ja. Ik zou zeggen, de berg heeft gehad, dus het bier wacht. Dankjewel. Ja, je merkt, ze zijn allemaal blij. Het maakt niet uit hoe moe ze zijn, wat voor route hebben gehad, welke problemen hebben ze gehad. Als dat Limburgs biertje hier aan de finish staat, dan willen ze wel. Ja, ze komen dus inderdaad vanuit Friesland bij Maurice Jesse terecht. En de gedachte is dat de Friese wielrenners op termijn ook hier in Limburg komen trainen. Om dan aan te sluiten bij de echte grote vedetten, bij de iconen. Dat zou moeten gebeuren in het Nationaal Trainingscentrum en dat moet komen in de sportzone in Sittard-Geleen. Er is een convenant getekend vorig jaar bij de Olympische Spelen in Londen, waar Levens gedeputeerde van de provincie. We weten, er komen Amerikanen naar Sittard-Geleen. Komt er nog meer? Nou, alles moet nog officieel worden bekrachtigd, et cetera, maar ja, neem van mij maar aan, die Amerikanen die komen niet voor niks. In de media is al bekendgemaakt dat ook op het gebied van mountainbiken de nationale selectie naar Limburg komt, om juist die combi met die Amerikanen op te zoeken. Dus kijk eens wat dat al voor een meerwaarde heeft. En ja, dan kun je eigenlijk op je vingers natellen. Dan hoef je niet een schriftgeleerde te zijn of een superonderzoeker, als ik het zo mag zeggen. Ja, dan weet je eigenlijk, ook gezien het landschap, de omgeving, ja, dat het een kwestie van hele korte tijd is, laat ik het zo zeggen, dat het een en ander gewoon officieel wordt gemaakt. Ja. Daar hoef ik niet omheen te kletsen. Alleen dan moeten nog een paar officiële besluiten worden genomen. In de geruchtensfeer gaat bijvoorbeeld dat de vrouwen ook naar de sportzone komen. Nou, in de politiek moet je nooit iets met geruchten doen. Maar wat belangrijk is, er is een omgeving, een sportzone waarin goed geïnvesteerd is, met verstand geïnvesteerd is. Je zit hier met dat achterland, hè. We hebben het er zo net over gehad en iedereen kan het hier zien. Dat zijn een aantal factoren, als je die bij elkaar optelt, ja, dan ben je gewoon de omgeving waar op het gebied van trainen in combinatie ook met de heuvels, ja, dat is het gewoon. Ga dat niet in Drenthe doen of in Flevoland of in Noord-Holland, heb je misschien wat meer wind, maar dit is gewoon de omgeving waar het moet plaatsvinden en dat gaat ook gebeuren. En welke ploegen, zowel qua landenteams als qua professionals, ik denk dat dat een versterkende werking is, een versterkende werking krijgt, ook een versterkende werking heeft op mogelijk andere sporten. En ja, ik ben er gewoon van overtuigd, kijk ook naar het handballen, het is een langjarige, een duurzame investering en die leidt op een bepaald moment gewoon tot rendement. Nou, u zegt handballen, had voetballen er iets van kunnen leren, bedoelt u? Ja goed, je kunt altijd van een ander leren. Ik probeer aan te geven, er zijn besluiten genomen op het gebied van handbal. Daar hebben verenigingen de nek uitgestoken. Die hebben iets gelaten en daar veel meer voor teruggekregen. En ik denk dat dat bij andere sporten, n'importe welke sport, ja, dat je daar toch naar moet gaan kijken. Hoe kun je krachten bundelen? Hoe kun je in een omgeving terechtkomen waar gewoon een aantal basisfaciliteiten goed op orde zijn? Nou, en dat is bijvoorbeeld de sportzone. Met name de sportzone. Ja. Maar hoor ik je dan toch tussen neus en lippen door zeggen van goed, de Zuid-Limburgse ploegen in betaalde voetbal zouden misschien toch nog eens een keer moeten kijken of ze dan wel met de jeugdopleiding, ja, dan wel met het hogere kader toch samen zouden moeten werken? Nou, ik denk met name de jeugdopleiding. Concentreer je daarop, leg daar een goede gemeenschappelijke basis, zorg dat je daar de faciliteiten goed op orde hebt. En het is niet aan mij om betaald voetbalorganisaties tot iets te verplichten. Daarvoor heten ze betaald voetbalorganisaties, zijn ze professioneel. Als provincie willen wij investeren in de breedte sport met name. Kijk om je heen. In de talentontwikkeling, dan kun je richting jeugdopleiding kijken. De professionele clubs, de betaald voetbalorganisaties. Ja, god, nogmaals, ik val in herhaling. Daarom zijn het professionele clubs. Die moeten het vooral zelf doen. Oké, dat is duidelijk. Voor wat betreft die breedte sport, voor wat betreft die liefhebbers. Ze komen allemaal aan bij Maurice Jesse en dan worden ze daar liefdevol ontvangen, Maurice. Ja, inderdaad. Af en toe ook nog wat auto's tussendoor. Zoals over die zure auto's om het allemaal echt te laten lijken. Want dat willen ze toch. Ja, deze meneer nog helemaal mooi in het wit. U heeft prachtig weer onderweg gehad. In ieder geval geen modder zoals de mountainbikers. Nee, was perfect. Hoe is het gegaan? Ja, goed. Eigenlijk
viel het reuze mee. Ja, het lijkt alsof hij met de twee vingers in de neus heeft gereden. Nou, dat niet, maar het is, ja, dat is goed te doen. Had u goed ervoor getraind? Nou, een keer of zes. En dat is dan genoeg om de tocht vandaag hier te melden, want het weer was de afgelopen weken niet zo goed eigenlijk als vandaag. Nee, dus ik heb weinig, ja, af en toe gewoon gefietst. En nu met mijn vriendinnetje, ja, dus hebben we gewoon, ja, op ons eigen tempo gedaan. Oké, mooi. Geniet er nog van. We gaan nog even verder kijken. Hier is een meneer, die is achter zich aan het kijken, deze meneer. U bent uw vrienden weggefietst, denk ik. Ik denk het ook, ja. Want ze zijn niet meer in uw wiel. Nee, ze zijn achter mij. Dus, Waar hebben ze voor het laatst achter in uw wiel gezien? Bij de laatste post. Oké, en toen dacht u nu de grote plaat erop, achter op de 11, ja. Vol tegen de winden. Had afgesproken, hè. Dus, Hoe is het bevallen? Ja, goed. Ja, het was leuk, ja. Ja, en dan hier lekker aankomen. Er wacht nog iets lekkers. Hebben jullie het al gehoord? Ja, er staat al een pilsje klaar. Dus. Jazeker. Gaat u genieten, meneer. Ja, en hier zijn we weer terug. Praten we met Noël Lebens zo dadelijk verder. Maar eerst even naar de tocht Limburgs mooiste. Die, zoals we al eerder hoorden, aan een aantal criteria moet voldoen. Onder andere een beetje mooi parcours achterlaten. Bas van Mulke weet hoe dat ging. We komen uit Arnhem, de regio Arnhem. We komen eigenlijk met ons team uit het hele land. Van de supporters. Van een schone team. En eigenlijk organiseer ik dat. En werk ook samen met Limburgs mooiste, zodat mensen geen afval op straat gaan gooien. Okay. Dus we hebben 25 mensen hier gelobbyd. Maar allerlei mensen vragen ook nu al om een tenue. Dus volgend jaar zijn we mooi, ja. Wel supporters, hè? Ja, wil dat zeggen dat jullie ook optreden als een soort politieagent als je iemand een banaan op de grond ziet gooien? Nee. Wij geven het goede voorbeeld. En kijk, op die borden zie je ook, hè? We doen mee voor een schoon evenement. Dus eigenlijk hebben we het niet over afval. Maar we gaan ervan uit dat iedereen dat goed doet. Ja. Dus, en onderweg. Nu gaan we Limburg opruimen. Wat zegt hij? Arnhem hebben we net opgeruimd, nu gaan we Limburg opruimen. Maar eigenlijk is het niet. Kijk maar rond. Kijk, die borden die werken wel. Hè. Doe mee aan een schoon evenement en overal staan die afvalbakken en zo. En, wel. Wij, als politie zijn we niet meer nodig. Je bent heel opgeruimd thuis, denk ik. Heel netjes huis. Ja, precies. Dat is net als die boekhouder, hè. Ja, waar u terug bent bij Limburgs mooiste op Avantis, waar we, zo voelt het tenminste aan, over een aantal minuten er toch aan moeten geloven, waar de eerste regendruppels zijn gaan vallen. Hopelijk houden we het nog even droog. We praten nog even met de gedeputeerde Noël Lebens over dit evenement, over de manier om de overlast te spreiden, over de manier waarop het wielrennen Limburg weer op de kaart kan zetten. Want als gedeputeerde van sport is dat wel iets waar hij in principe de basis voor gelegd heeft. Het feit dat die Olympische Spelen 2028 niet doorgaan, dat hoeft geen spelbreker te zijn voor de Olympische ambities van de provincie, hoorde ik u zeggen. Ja, dat klopt. Eén troost, ze zullen zeker doorgaan in 2028, maar niet in Nederland. Hier, maar zeg ook nooit nooit, het kan ook maar zo veranderen, want de kroonprins is inmiddels koning en wat dat betreft, wie weet tot hoever in dat verband zijn invloed reikt. Wij hebben inderdaad onze sportnota genoemd Limburg Olympische Ambitie. En de kritikasters hebben het dan meteen over, ja, Olympische Spelen in 2028 komen niet naar Nederland. Allemaal leuk en aardig, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij willen dat iedereen het maximale uit zichzelf haalt. Iedereen moet de kans krijgen om te kunnen bewegen. Mensen met een smalle beurs, daar mogen de kinderen niet te dupe van worden dat ze niet mogen of dat ze niet mogen niet kunnen sporten. Mensen met een beperking, gehandicapte mensen, moeten ook de mogelijkheid krijgen om te sporten. De breedte sport willen we stimuleren, samen met de gemeente. Ja, wat zegt u, dat valt ook onder die paraplu? Dat is allemaal Limburg Olympische Ambitie. Iedereen legt die lat op de hoogte wat hij of zij aan kan. En dat is het allerbelangrijkste. Het gaat niet om die topprestatie, want voor mij is zo'n tocht als dit zal een wereldprestatie zijn. En een goed geoefende die kan met twee vingers in de neus, zoals dat een wielrenterm heet, kan een toertocht van 254 of 245 kilometer afleggen. Het gaat erom dat we de mogelijkheid willen bieden dat mensen gaan sporten en aan het sporten blijven. Vandaar dat we ons ook heel erg gaan richten op de schoolgaande jeugd. Die kun je een groot aantal jaren faciliteren. En als je iemand eenmaal iets hebt aangeleerd, dan is het verrekte moeilijk om het weer af te leren. Laat je het allemaal slingeren, dan krijg je het op een latere leeftijd heel moeilijk aangeleerd. Dat is ook de reden waarom we langs die weg de insteek hebben gekozen en niet met een sportkaart, waarmee je kinderen die toch al gaan sporten het eigenlijk makkelijk maakt.
en de ouders die het sowieso heel moeilijk hebben om het financieel mogelijk te maken, dat is toch niet de drempel om het kind daaroverheen te kunnen tillen, om het maar zo te zeggen. Een hele bewuste keuze, insteken op breedte sport, talentontwikkeling in een aantal speerpuntsporten in het bijzonder, handbal, wielrennen bijvoorbeeld, triathlon, maar ook ervoor zorgen dat de meerwaarde van sport in relatie tot gezondheid, collega Van Dijk heeft ze net meegefietst, geeft het hele goede voorbeeld, in relatie tot gezondheid, in relatie tot economie, maar ook in relatie tot de economische aspecten als zodanig, ook in relatie tot ruimte. Kijk dat er goede sportaccommodaties zijn, verspreid over de provincie, ook gemeentegrensoverschrijdend durven te denken. En dan kun je een heel mooi breed palet aanbieden aan sporten, aan sportfaciliteiten, wat Limburg gewoon in die Limburgse Olympische ambitie in de komende tijd gewoon bovenaan plaatst, waar Limburg gewoon de wielerprovincie nummer 1 is. Daar valt binnen nu en 2-3 jaar door niemand meer aan te twijfelen. Ja. En Anja Nieuwra zei er al, wielrennen zit in het DNA van deze provincie. Tot zover zijn we nog bij het eerste uur van Limburgs Mooiste. Dit programma wordt nog herhaald vanavond om 7 uur en zondag om 1 uur. En we gaan zo dadelijk hier nog even verder. Dan kijken we of we de druppels kunnen ontwijken. En gaat Maurice Jesse de laatste binnenkomers ontvangen. Bedankt voor het kijken en tot vanavond.